We zijn natuurlijk op het kampveld aanwezig bij een laser game. We beginnen even vanuit de commandopost bij de hostgun. Het spel is net ingesteld en gaat nog 11 minuten 49 duren. Ik ga nu een kleine rondleiding geven over het terrein. De genietroepen van het echte leger die hebben ons terrein helpen opknappen. En die zijn op dit moment ook het terrein aan het testen. Die zijn een game aan het doen. Alle wapens zijn verdeeld. Je kunt hier, we beginnen allemaal met handguns. Handguns schieten al 80 tot 100 meter ver. In de eerste twee games speel je allemaal met een handgun. In de derde game kun je een Master Blaster verdienen. Dat zijn sniperwapens die wel 250 meter ver schieten, uitgerust met een handgranaat. En in de laatste game is er ook een Magical Phoenix te verdienen. Die jongeman daar die heeft hem. Dat is een wapen met een Red Dot Scope. Dat ik even laat zien. Je kunt gelijk ook een van de kleine bunkertjes zien die we hier hebben. De jongeman die nu gaat rennen, die heeft een Magical Phoenix met Red Dot Scope. Die gaat nu even de loopgraaf in. Gaan we nu even de bunker hier achter laten zien. Het terrein is 150 bij 50 meter groot. Het is uitgerust met heel veel plaatsen waar je dekking kunt krijgen. En dit is een van de bunkers. Met zandzakken. Echt goed verstevigd. Waarbij je ook uitzicht hebt op een groot gedeelte van het terrein. In het midden van het terrein staat een wachttoren. Met daaronderdoor gangen gegraven. Loopgraven. Een gangenstelsel zit eronder waarin je kunt verbergen. Wij schieten met een wapensysteem dat niemand anders in heel Europa heeft. Het is een bijzonder systeem waarbij je altijd 99 levens krijgt per game. Je moet natuurlijk behoorlijk je best doen om uitgeschakeld te worden. Maar het kan natuurlijk wel. Ik ga nog even wat dingen laten zien van het terrein. Hier is de man met de Magical Phoenix met de Red Dot Scope. Dat is het wapen, dat is zeg maar het Uber-wapen hier op het kampveld. Dat kun je verdienen als je de beste bent in de derde game. Dit wapen heeft ook een rumble pack in zich, trilt als je schiet, trilt als je wordt geraakt. Onbeperkt aantal kogels, red dot die de vijand niet ziet, maar die jij wel ziet. Werkt erg goed. Even herladen, klik, magazijn eruit, klik, magazijn er weer in. Je kunt er verder. Ook dit wapen is uitgerust met een shotgun, dat doet hij nu. En dan schiet je in één keer drie levens van iemand af. Erg veel lol. Hier op het kampveld. Dan ga ik u even laten zien hoe de wachttoren eruit ziet. De wachttoren is zeg maar het midden van het terrein. En daar kun je gebruik van maken. In de eerste twee games sta ik zelf daar. Dat ik ben de leider van de laser games. En dan kun je op mij schieten en extra punten verdienen. Onder de wachttoren door loopt het gangenstelsel. Het gangenstelsel heeft aan twee kanten natuurlijk ook schietgaten. Ik ga het gangenstelsel eens even in. Hier, de wachttoren is daarboven. Het gangenstelsel kun je in. Vanaf hier heb je ook perfecte dekking. En hier staat iemand met een handgun schieten. De handgun, zei ik al. Schiet ook 80 tot 100 meter ver. Dat is al behoorlijk ver. En het zijn eigenlijk de beste wapens, de fijnste wapens. Want je wordt er ook het meest snel op geraakt. Dus je hebt onbeperkt aantal kogels. Je moet steeds tussendoor even herladen. En dan hebben we hier iemand met een Master Blaster. En de Master Blaster is een wapen dat 250 meter ver schiet. Automatisch herlaat, maar heeft wel een grote bol. Oeh, hij wordt geraakt. Als het lampje gaat branden, dan wordt hij geraakt. Daarom zoekt hij ook even dekking. Deze man heeft ook een handgranaat bij zich. Als hij de handgranaat wil laden, trekt hij hem uit zijn zak en laat hem op in het wapen, gooit hem naar de vijand en dat neemt dan 6 levens van de vijand af. Ook dwars door het schild heen, want je krijgt ook een schild voor 35 seconden. Hij gaat nu zijn handgranaat laten zien. Dit is de handgranaat. Die heeft die kleur omdat we hem natuurlijk ook terug moeten kunnen vinden. Die laat je voor op het wapen op. Na 3 seconden is die handgranaat opgeladen, laat je hem los en dan moet je hem weggooien. Na 6 seconden gaat hij af. Ja, doe maar wel. Anders gaat hij namelijk bij jezelf af. En dan kun je weer verder. Oeh, door niemand oppassen, anders wordt hij te veel geraakt. Gaan we even verder naar deze jongeman. Deze jongeman heeft zich uitgerust met een handgun. En lopen aan de andere kant de gangen weer uit. En dan komen we naar de andere helft, bij de andere helft van het terrein. Ook hier zitten een aantal hele leuke dekkingsplaatsen. Vrij diep uitgegraven kuilen met omgeven met zandzakken. Waar je heel goed dekking kunt vinden. Dit is er zo een. Een kuil waarin je goed kan verschuilen. Daar zit iemand met een supersniper. En dat is een interessant wapen. Dat is iemand, hij was de beste speler in de derde game. En als je de beste speler bent in de derde game, dan mag je, bij kinderfeestjes niet, maar bij volwassen games, mag je dan ook kiezen voor de supersniper. En de supersniper is een wapen dat 450 meter ver schiet, uitgerust met een super dikke scope. En, daar komt een handgranaat. De mannen moeten even rennen, breekt paniek uit. Ik ga deze jongeman even op automatisch vuren zetten.
Klein momentje. Automatisch vuren, hoppa. Handgranaat is nu door de vijand in beslag genomen en die gaan we weer gebruiken. Hij heeft ook een Magical Phoenix. Een Magical Phoenix, deze heeft alleen geen Red Dot scope, maar wel een gewone scope. En deze jongeman heeft ook een Master Blaster. Nou, hier is ook een mooie bunker gemaakt aan deze kant van het terrein. Waardoor je ook weer naar de wachttoren kan kijken bijvoorbeeld en daar ook kan schieten. En kan kijken of er mensen zitten. U heeft nu een beetje een indruk van ons terrein. Ik hoop dat u overtuigd bent en dat u hier ook eens een keer graag naartoe zou willen komen. Want het is echt een geweldig spelletje om te spelen. Bedankt voor uw aandacht.